Yo, jullie denken, heb jij hem weer? Ja, ik ben er lekker weer. Wij gaan vandaag jullie even rondleiding geven hier in dit gebouw, waar alles wordt gedaan. Dus ik zeg, let's go. Nou, dit is de zaal. We kunnen jullie een klein beetje laten zien van hoe het eruit ziet. Dus kom maar mee. Dit is dus de zaal waar alles gebeurt. Morgenavond. En ja, hier gaan alle landen schitteren en ga ik mijn punten voorlezen. Die ik heb gekregen waar jullie op hebben gestemd. En nu zijn ze aan het repeteren wie er gaat winnen. Dus ze hebben gewoon random lot getrokken. En die heeft dan tijdens de repetities heeft die gewonnen. Dus die mag dan even genieten. Nou, hier zijn we bij het vak waar alles wordt geëdit en wordt gedaan. En je ziet, hebt daar ook kamertjes waar de commentators zitten. Voor ons Nederland hebben we Marcel van de Avro. Die zit daar zo bij dat lichtje. Die gaat daar commentaar geven voor in Nederland. Zodat jullie een beetje snappen wat er aan de hand is. Dus bijvoorbeeld zoals nu hoor je dat ze Russisch aan het praten zijn. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik kan het niet verstaan. En ja, zo ziet het er dus uit. We gaan nu onderweg naar backstage. Het is een beetje chillen daar al. Heb je een beetje artiesten en dingen daar. Dus daar gaan we in. Dobrevechi. Zie je, een young Latino kan ook Russisch praten. Hier moest ik dus net wachten voordat ik op mocht om een puntentelling te doen bij de repetitie. Dus je ziet hier ook al een paar attributen staan. Dit is dus backstage. Dit is backstage dus. En hier heb je dus, hun noemen het de puzzelkamer. Wat dit is, dat vraag ik me ook nog steeds af. Waarschijnlijk iemand die niet normaal kan eten, maar goed. Daar letten wij niet op. We staan hier bij de kasten van Milena en Rosanna. Hier en jullie kennen deze kast, terwijl ik hoef ook niet uit te leggen wat dit doet. Dus ik zeg jullie, dobre bacnia. Dus we gaan even kijken of Milena en Rosanna zijn. We do this! Moeten hier omhoog. Hier zie je Oekraïne, s'nachts. Het is heel donker. We zijn hier bij de kleedkamers, de dressing room. Dus we gaan even kijken of Milena en Rosanna zijn. Let's go, go, go. Hier zit Oekraïne. Hallo. Hier zit Belarus. Hier zit Moldavië. Moldova. Ja, in de Netherlands is het Moldavië. Hier Georgië. Georgia. Bravo. En hier Nederland. Dus we gaan even kijken of ze er zijn. Helaas zijn er niet, dus we gaan weer terug naar het hotel. Zaterdag kan je ze wel zien. Eens kijken, hè. Pauw!